Ja, ik ben er vroeger vaak geweest. Met mijn oma en met mijn opa en mijn moeder en mijn vader. We kwamen er af en toe wel eens. En het was hartstikke leuk. Met heel veel dieren heb je daar ook. Dat was vroeger in de tijd dat je nog ergens naartoe kon. Ja, moet je nagaan hoe lang dat geleden is. Het gaat over Kasteelpark Borren. En dat is natuurlijk ook op dit moment dicht. Dus we hebben Janke Faber gebeld van Kasteelpark Borren. Goedemiddag. Goedemiddag. Janke, ja, jullie zijn dicht. Wat doen jullie nu? Want jullie roepen mensen op om jullie te steunen. Ja, wat doen we nu? Ja, we doen sowieso natuurlijk de dieren gewoon doorverzorgen. Ja. En daarnaast hebben we afgelopen weekend een oproep gedaan via onze website en via Facebook. Om mensen te vragen om ons in deze periode heen te helpen door het adopteren van hun dieren bijvoorbeeld. Nou. En hoe werkt dat dan? Kan ik dan wat voor dieren hebben jullie daar? We hebben heel veel verschillende dieren. En van de kleine dieren als een parkietje tot een hele grote als een kameel. En van een links tot een wasbeer. En van een wandelende tak tot een hert. Kan ik een kameel adopteren bij jullie? Ja, ik kan een kameel adopteren bij jullie. Grappig. Dat is geen probleem. Ja, leuk. Ja. Maar hoe werkt dat dan? Op de website hebben we een aparte button op onze pagina aangemaakt van Steun het Park. Mm-hmm. En daar staat dus inderdaad ook informatie op van dat je dus een dier bij ons kan adopteren. En dan kan je een online formulier voor invullen. En dan kan je kijken van, welk dier wil ik adopteren? Of je kan kijken van, ik wil zoveel geld geven en welk dier kan ik voor dat bedrag adopteren? Ja. En het minimumbedrag is dan €25 en het maximum wat we hebben is €600. Ja, dat is dus van een wandelende tak tot een kameel ongeveer. Sorry? Ik zei dat is van een wandelende tak tot aan een kameel ongeveer, die prijs verschillen. Ja. Ja, €25 is een pakketje of kip of een eend. En €600, dat is dan de kameel of het kriebelhuis. Precies. De grotere dingen bij ons in het park. En wat krijg ik dan, behalve een goed gevoel dat ik jullie steun? Ja, dat is heel belangrijk, dat goede gevoel. Krijg ik dan ook updates van hoe het met mijn dier gaat en dat soort dingen? Van ons, daar maken we dus een creditkaartje voor. Oh. Wat op onze adoptie-uil komt te hangen. Daar staat dan je naam op en welk beestje je geadopteerd hebt. Ieder adoptant die krijgt een oorkonde thuis gestuurd met daarop welk dier die geadopteerd heeft. En afhankelijk, als je dus wat grotere bedragen doet, dus dan bij iedere €100 die je sponsort, ontvang je een gratis jaarkaart. Kunnen wij niet met Radio Corona gewoon een wandelende tak adopteren, Mick? Ja, zullen we dat doen? Ja, toch? Gewoon een wandelende tak. Ik weet niet, dat staat wel voor ons of zo. Of wat heb je nog meer? Wat die zei het? Parkiet, kameel? Eenden, kippen, fazanten, zilvervosjes. Het is wel net wat voor bedrag je... Ja, precies. Nou, wat een goed idee wel. Ja, maar je kan bij ons op de site kijken en er zit een aanvraagformulier staat erop en er staan alle diersoorten staan erop en ook de bedragen die daar dan mee corresponderen. Oké, Janke. Dan kan je zelf even snuffelen wat jou het beste voegt. We gaan even kijken op de website van Kasteelpark Borren. Dankjewel voor je uitleg in ieder geval. Is goed. Heel erg bedankt. En succes met de adoptieformulieren dan. Ja, precies. Dag Janke. Oké. Doei doei. Doei, doei. En dit is Rob de Kaai, het stopt nooit.